Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom niet naar de theatershow? Het is even leuk gaan. Nou, dat kan. Jullie moeten het gewoon doen. En vandaag is Gina Berggraaf Sanchit bij ons in de studio. En ze lacht, want ik heb haar hele naam uitgesproken. Maar ze is vandaag bij ons en ze gaat ons daar alles over vertellen. What made is a little Q-Time? Hi Gina Berggraaf Sanchit. Sanchit. Yes. Hi Jelena. Thank you for having me. Ja, alles goed met je? Ja, gaat goed. Zeker, dank je. Met jou? Nou, je hebt mijn achternaam niet gezegd. Sorry. Ja, je hebt mijn achternaam niet gezegd. Maar is niet erg. Maar wat is je achternaam? Nu wil ik het niet meer. Goed. Ja. Je bent weer lekker bezig geweest met HW Media. Ja. Want er komt een theatershow aan. Ja. Klopt. En ik wil alles erover weten. Alles. Oké. Het is de tweede editie. Mm-hmm. Vorig jaar hebben we het ook georganiseerd. Mm-hmm. Het is ontstaan naar aanleiding van een vraag van mijn eigen kinderen. Mm-hmm. Die hadden zoiets van, oké, maar wanneer kunnen wij nog een keer mee naar Theater Italia? Toen dacht ik, jeetje, inderdaad. Want er wordt heel veel georganiseerd. Voornamelijk voor volwassenen. Mm-hmm. En als het voor de kinderen is, dan is het vanuit een school. Hè? Vanuit een dansschool en een gaan ze naar hun eigen dansschool, hun eigen maatjes kijken. En dat is dit niet. Dit is echt een theatervoorstelling ontwikkeld langs een thema. Vorig jaar hadden we als thema harmonie. Mm-hmm. Dat was heel mooi, want we hadden allerlei groepen die verschillende podiumkunsten hebben geperformed. Mm-hmm. En dat gaan we dit jaar ook weer doen. Alleen gaat het dit keer niet over harmonie, maar gaat het over de liefde. Mm-hmm. En niet alleen liefde voor de mens, maar ook liefde voor de omgeving, bijvoorbeeld. Hè? Liefde voor jezelf. Dat gevoel, daar moeten we terug naartoe. Mm-hmm. We zijn heel erg bezig met het materiële. En het wordt tijd dat we met de liefde bezig zijn. Ja, absoluut. Ja. Helemaal eens. Terwijl je dit vertelt, ben ik gewoon in mijn hoofd even iets sneller terug in de tijd. Mm-hmm. En in mei, in jonge jaren, hadden we wel veel theateropvoeringen. Want de eerste herinnering die in me opkwam was dat ik naar Italië ging. Was er een theaterstuk was het dan eigenlijk, over een koning die clown was. Oh, een heel leuk verhaal. En er waren ook alleen maar kinderen in de zaal. En het was ook een voorstelling voor kinderen. Ja. En ik weet nog dat je wordt afgezet door je ouders, je moet je gedragen, je hebt de regels gehad en je zit daar en je denkt, wauw, ik ben buiten en het is voor mij. Het is voor mij en mijn peers gedaan. Dus dat willen we terugbrengen, want je ziet heel weinig kinderen de laatste tijd. Mm-hmm. Theater is gewoon prachtig voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid, want je wordt er helemaal relaxed van. Mm-hmm. Je gaat ervan lachen, je gaat ervan huilen, nadenken, je krijgt al je gevoelens, alle emoties. Je bent gewoon alive. Ja, en voor kinderen is het een extra toevoeging, omdat ze leren met bepaalde thema's om te gaan. Ze worden aan het denken gezet. Ze kunnen zich ontspannen. Weet je, het is anders dan de film, want het is live voor je wat er bezig is te gebeuren. Mm-hmm. Het is deze voorstelling, we hebben het een familietheatervoorstelling genoemd. Dus gericht op het gezin. Kom met het gezin, want het is ook quality family time. Mm-hmm. We zijn bij Q-Time, dus het is helemaal passend. Ja, gewoon. Ja, eens. I second that. Toch? Dus het is gewoon goed om met elkaar iets leuks te gaan doen. En daar is theater helemaal perfect voor. Het is niet alleen voor familie natuurlijk. Het is ook voor vrienden. Een groepje vrienden die wil komen. Maar ook koppels zijn van harte welkom. Maar de focus is wel op het gezin. Er is heel... Ja, ik wil niet zeggen, er is heel weinig te doen voor gezinnen. Maar er is niet zoveel te doen voor gezinnen. Weet je, je gaat uit eten. Waar ga je dan? Zwemmen? Naar de mall. Je gaat buiten de stad. Naar de film. Je gaat naar familiefeestjes. Ja, toch? Dus theater is ook heel mooi. En dat willen we weer terugbrengen in dat lijstje van leuke dingen om te doen. Nou, oké. Okay. Ja. En dat gaan we ook gewoon doen, want het is even leuk word performed. Ja, zeker. En iedereen is uitgenodigd. Ja. Maar wanneer is het precies? Of misschien moeten we niet eens naar wanneer gaan, want
waarover gaat het? Je hebt gezegd de liefde, ja. Maar kan je me af en nog meer geven of moet ik gewoon echt komen? Je moet, dat sowieso, mm-hmm. Je moet echt komen. Mm-hmm. Het is een, verschillende artiesten gaan vanuit hun perspectief mm-hmm. Dat stuk overbrengen. Mm-hmm. Dus we hebben, noem maar, we hebben zangers, verschillende zangers, jong en oud. Mm-hmm. En die zullen dat op hun manier overbrengen. En we hebben dans, hebben we bijvoorbeeld. En mm-hmm. daar wordt het, het thema daar is ook liefde. Mm-hmm. Wordt ook op die manier overgebracht. We hebben muziek, dus er wordt live muziek gespeeld. Ook langs het thema. Mm-hmm. We hebben de vertelkunst. Dat is ook een onderdeel. Dat zit ook in de line-up. En dat hebben we gevarieerd, samengevat, samengebracht. Dus je moet gewoon komen. Je moet gewoon komen. Ja. Oké, nou, wanneer moet ik komen? Wanneer is het? Hoeveel kost het? Hoe laat begint het? Ja. Is er een leeftijdsgrens? Want ja, het is al voor het hele gezin, maar willen we baby's in de zaal? Ja, dus dat is niet handig. Mm-hmm. Want het duurt wel 2 keer 40 minuten. Dus dat is wel een aandachtsmoment mm-hmm. Wat je moet hebben. En we merken dat kinderen vanaf 5 jaar dat wel kunnen. Jonger, dat wordt wel een uitdaging. Maar goed, alle kinderen zijn weer verschillend. Dus mm-hmm. Het kan zo zijn dat een kindje van 4 het wel trekt. Maar dat is aan de ouders om mm-hmm. Die keuze te maken. Het is op 17 augustus, zaterdag 17 augustus, de eerste dag van de vakantie. Mm-hmm. Dus je begint al geweldig, ja. Toch? Dus als je over bent, is het de top, ja, de cherry on top. Yes. Ook al ben je niet over, weet je, dan is het een troost voor je. Dus wat is het enige wat je gaat doen deze vakantie? Oh, jeetje. Ja. Mm. Oké, okay. Aan de ouders. Ja. Aan de ouders, toch? Dus met de 17 augustus de poorten gaan om 5 uur open. Dus de inloop is van 5 tot 6. 6 uur beginnen we. Mm-hmm. Dus we beginnen ook vroeg, zodat ook de kindjes van 5 jaar en ouder mm-hmm. hè, gewoon nog wakker kunnen blijven. Mm-hmm. En dat het niet een lange beren ding wordt. Mm-hmm. De kaartjes kosten 350 SRD. En die gaan bij de verschillende verkooppunten verkocht worden. 1 is sowieso Theater Thalia. Mm-hmm. De Suite Sting wordt het verkocht. Tasty. Zus en zo. Nou ja. En ja. Het is... de artiesten die zullen in de komende maand... 1 voor 1 worden ze gepost en bekendgemaakt. Mm-hmm. Op onze Facebookpage HB Media NV. We zullen ook de verschillende interviews doen. En het is eentje hiervan. Jullie zijn de eerste. Dus bij deze, jullie hebben de primeur. Wow, thank you. Ik voel me heel speciaal. Ah. Ja, oké dan. De kijkers zijn ook blij. Ja. Thank you for sharing that with us. Ja, and giving us an opportunity. Ik denk dat het een hele leuke dag gaat worden. Ja, zeker. En ik gun alle kinderen de kans om dit te ervaren. En ook dat ze bekend worden met het theaterleven en het theatergebeuren. Dat het niet alleen maar op tv leuk is of in de bioscoop, maar to see it happen in real life, that is a whole different experience. En voor mij was het heel leuk, so I guess als andere kindjes dit nu ook mogen ervaren, dat ze ook gewoon mooie core memories kunnen maken. Zeker weten, wat mooi zeg je dat. Ja. Ik heb mijn best gedaan. Nee, hi. Gina, ik vond het super fijn dat je weer bij ons was. Graag gedaan. En ik wil jullie echt heel veel succes wensen. En ik denk dat het sowieso een uitverkochte show gaat worden. Daar gaan we voor. Dus misschien zelfs nog een tweede show na. Laat me dat voor jullie in de existence. Ja, dat moet gewoon gebeuren. Ja, dankjewel. Het is goed voor de artiesten. Het is goed voor iedereen in Suriname. Dus thank you for having us. Oh, pleasure. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Gina Berggraaf Sanchit bij ons in de studio. En zij is de owner van HB Media. En ze hebben voor de kinderen en natuurlijk ook het hele gezin. En wie ook gewoon een beetje wil gaan kijken. Een theatershow in het leven geroepen. En het heet Het is even leuk. Want het gaat ook heel even leuk zijn. Want op 17 augustus gaat iedereen naar Theater Thalia. Want dan is de show Het is even leuk. En het thema is liefde. We kunnen allemaal wel een beetje liefde gebruiken. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze omgeving. En dat gaan jullie allemaal zien in die show. Want er is dans, er is zang, er is vertelkunst. Er is verschillende dingen gaan daar vertoond worden. En het is gewoon iets dat je niet mag missen. Het is voor kinderen vanaf 5 jaar. Je moet wel een beetje aandacht kunnen houden over wat er gaat gebeuren. Maar als jij als ouder meegaat en denkt van mijn kindje kan het aan. Nou, dan mag die van 4 ook gewoon mee. De poorten gaan vanaf 5 uur open. De show begint klokslag 6 uur. Een kaartje kost 350 SRD. Het is de eerste dag van de vakantie. Jullie moeten gewoon daar zijn. Want het gaat gewoon leuk zijn. Want jullie gaan allemaal naar de theatershow. Theatershow. Het is even leuk. And remember, your time plus my time is Q time.
This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.